Ik ben blij dat we op het gebied van volkshuisvesting en wonen nu een meerjarig document hebben. En wel voor 4 jaar. Ieder jaar maken we een jaarplan en bepalen we de focus. Onder andere het aantal toe te voegen sociale huurwoningen, maar ook de opvang van statushouders en de betaalbaarheid van de woningen. Woonstichting Gent zet graag haar handtekening onder deze prestatieafspraken. Daarmee werken we samen aan goed wonen in Lingewaard. De komende jaren investeren wij in het realiseren van 150 nieuwbouwwoningen in Gent. Daarbij betrekken we onze huidige en toekomstige huurders. We zijn vandaag hier om de prestatieafspraken te tekenen tussen de gemeente Lingewaard, Waard Wonen en Woningstichting Gent en onze huurdersorganisaties. Hiermee gaan we doelen realiseren die we niet alleen kunnen realiseren. Vandaag tekenen wij de prestatieafspraken van 2020. Dat is een belangrijk document waar hard aan is gewerkt. De belangen van de huurders worden hierin behartigd. Het is een klein krabbeltje, maar voor iedereen erg belangrijk. Wij als huurdersbelangorganisatie Lingewaard zijn hier zeer tevreden over. Dankjewel. Nou, ik mag als laatste het document ondertekenen. Mooi. En nu aan de slag om de oplopende woningtekorten aan te pakken en de huurwoningen betaalbaar te laten blijven. Want alleen ga je sneller, maar samen kom je echt verder.